Goedendag en welkom bij het beursoverzicht van week 51. Deze week stond in het teken van Fortis. Vorige week vrijdag bepaalde de rechter dat de aandeelhouders van Fortis zich alsnog mogen uitspreken over de verkoop van onderdelen aan BNP Paribas, nadat de raad van bestuur van de bank hiervoor geen toestemming had gevraagd. Door de soap die is ontstaan rond de verkoop is het mogelijk dat BNP Paribas zijn interesse in de transactie verliest. In reactie op het vonnis in België willen ook Nederlandse aandeelhouders alsnog hun zegje doen over de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO. Minister Wouter Bos meldde dat de kans klein is dat de nationalisatie van Fortis Nederland wordt teruggedraaid omdat de transactie al is afgerond. De aandeelhouders dienen mogelijk een schadeclaim van 11 miljard euro in, maar ook deze maakt volgens Bos weinig kans. De Belgische premier Leterme staat door zijn bemoeienis met de verkoop van Fortis onder vuur. De oppositie vindt dat zijn rol in het verkoopproces reden is om hem uit zijn functie te ontzetten. ABN AMRO maakte deze week verder bekend dat de verkoop van onderdelen aan de Deutsche Bank niet doorgaat. Vorig jaar werd onder druk van eurocommissaris Kroes van Mededinging besloten tot de verkoop. Maar door de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO is de situatie veranderd. Deze week melden zich voortdurend nieuwe slachtoffers van het piramidespel van Bernard Madoff. Fortis Nederland blijkt voor maximaal 1 miljard dollar te zijn geraakt door de megafraude. Minister Wouter Bos wil de schade verhalen bij de SEC, die de Amerikaanse beurs bewaakt, maar heeft weinig kans een eventuele schadeclaim te winnen. Dit omdat de SEC als Amerikaanse overheidsinstantie volledige immuniteit geniet. Chipmachinefabrikant ASML moet maatregelen nemen omdat het aantal orders de laatste tijd flink is afgenomen. In het eerste halfjaar van 2009 gaan de fabrieken zeker 4 weken dicht. Meer dan 10% van het personeel, circa 1000 werknemers, gaan eruit. Ook zal ASML deelnemen aan het programma van werktijdverkorting en zullen er tijdelijk geen loonsverhogingen plaatsvinden. Dan was er deze week nog macronieuws. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange periode van dalende werkloosheid in Nederland. De afgelopen 3 maanden bleef de werkloosheid onveranderd op ongeveer 290.000 personen. De sterk vertraagde economische groei heeft zich nog niet vertaald in een stijging van de werkloosheid. Het duurt doorgaans enige tijd voordat de arbeidsmarkt reageert op economische ontwikkelingen. Komen we bij het nieuws uit Amerika. De Amerikaanse woningbouw heeft de afgelopen maand de grootste daling in 24 jaar meegemaakt. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in november met 18,9%. De woningbouw in Amerika is nu voor de 5e maand op rij afgenomen. De Amerikaanse autofabrikant Chrysler kondigde aan dat het de productie tot 19 januari stillegt, omdat de voorraden te groot zijn geworden. Chrysler is naar eigen zeggen afhankelijk van de steun van de Amerikaanse overheid. Na het afwijzen van de steunmaatregel door de Senaat is alle hoop nu gevestigd op het Witte Huis, dat mogelijk het reddingsplan voor de financiële sector van 700 miljard gaat gebruiken om de noodlijdende autofabrikanten te helpen. Dinsdagavond maakte de Fed bekend dat het de rente verlaagt van 1 naar 0 tot 0,25%. De maatregel leidde tot enthousiasme op de beurzen, maar analisten zijn kritisch. De rente kan niet verder verlaagd worden, waardoor de verantwoordelijkheid voor de rentestand nu bij de banken komt te liggen. Aangezien het vertrouwen tussen de banken nog niet hersteld is, blijft het de vraag of de renteverlaging van de Fed helpt. Afgelopen woensdag werd bekend dat de OPEC de productie met 2,2 miljoen vaten per dag gaat verlagen. De OPEC hoopt hiermee de daling van de olieprijs een halt toe te roepen. De streefprijs van de OPEC is $75 per vat. Donderdag daalde de olieprijs nog met maar liefst 10%. Een vat ruwe olie kost nu minder dan $40. Tot slot geven we u de huidige standen van de belangrijkste futures. Ik wens u een prettig weekend en graag tot volgende week. On Wall Street.